Dag beste kijkers, welkom bij deze uitzending van de lokale Omroep Stijn. De Martinuskerk in Oudstein heeft als monument in een moeilijke tijd gehad. Brandje in de toren, aftakeling van het monumentale gebouw, maar dankzij de inzet van vuilen is de kerk geheel gerestaureerd. Verkijken terug op de restauratie van de Martinuskerk. In onze serie Kleine Monumenten Stijn hebben we nu aandacht aan een groot monument, de Sint-Martinuskerk in Oudstein. In 2007 werd deze kerk gerestaureerd en u kunt nu gaan kijken naar beelden van deze restauratie uit 2007. Op 15 mei 2004 werd de Martinuskerk in Oudstein getroffen door brand in de kerktoren. Daar hebben we zeker geen rekening mee gehouden. En wat dat allemaal ook financieel gezien. Het nablussen nam nog de hele dag in beslag. De restauratiewerkzaamheden kunnen daarna beginnen. De restauratie werd gepland, maar werd door de brand bespoedigd. Het interieur van de kerk moest volledig worden vernieuwd. Zo werd ook het houtwerk vervangen en er moesten ook nieuwe dakleien worden geplaatst. Het hele dak moest opnieuw worden gerestaureerd. Er was ook veel houtrot. Dit moest worden vervangen en er werden nieuwe balken geplaatst. Vooral onder het dak is het houtrot goed te zien. Meerdere balken waren gebroken. Het dak was oud en de nieuwe planken zien er dan ook stukken beter uit. Ook aan de buitenkant kon de renovatie goed worden waargenomen en gevolgd. Nou, dit voorval van de toren heeft zeker meegevallen. Natuurlijk, dit is een hele pijnlijke gebeurtenis. Maar als de zus weer dat toch tot ook de mensen in beweging brengt, ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè. De kerktoren stond in de steigers om een nieuw kruis en om nieuwe klokken te kunnen plaatsen. De plaatsing van het kruis was een belangrijke gebeurtenis en werd dan ook met alle zorg gedaan. Met dit pronkstuk, wat van veraf te zien zal zijn, werd uiterst zorgvuldig omgegaan. Nou, het is eigenlijk heel vervoerlijk gelopen. Nou, de
aanvankelijke ravage die er was in het begin en alle schrik die er met gepaard ging, zullen we toch vrij snel van start kunnen gaan, omdat de verzekeringsmaatschappij heel goed heeft gewerkt en worden goed verzekerd. Het kruis werd gezegend en vervolgens geplaatst op de toren. Dan was er de presentatie van de nieuwe kerkklokken. Er komen 3 nieuwe klokken in de kerktoren. Deze zijn vervaardigd in een klokkengieterij. Ja. Dit is maar een gedeelte van de klokkenstoel. Dat is de eigenlijke ophanging van de klok. En je ziet hier de scharnierpunten, hoe ze in draadjes. Voor goede orde, dit zijn niet de klokken van ons. Dat is een De nieuwe klokken zijn een feit. Op de achtergrond is de oude kerkklok te zien, waar later een monument van zal worden gemaakt. Er werd uitleg gegeven over de klokken en kon ze nu van dichtbij bekijken. In de oude klok zit een grote barst, die erin is ontstaan als gevolg van de torenbrand. Bisschop Wiertz zegende de 3 nieuwe klokken in de Sint-Martinuskerk. Dit is een bijzondere, niet alledaagse gebeurtenis. Na afloop kon men de klokken eens goed van dichtbij bekijken en zelfs even testen. Er werd een hele stellage gebouwd waar de klokken aan komen te hangen, de zogeheten klokkenstoel. De zware klokken en materialen worden middels een wagentje vervoerd in de toren. Steunbalken ten behoeve van de klokkenstoel worden naar boven gehesen en ook in de toren geplaatst. Er werd nog eens goed gekeken of alles volgens tekening verloopt. De dikte van de torenmuur is goed te zien. Als je omhoog kijkt, is het torendak goed te zien. Als de klokkenstoel helemaal gereed is, gaat de eerste klok de lucht in en wordt in de toren geplaatst.
De oude kerkklok wordt als monument neergezet voor de kerk ter herinnering aan de torenbrand van 15 mei 2004. Dan is er de feestelijke inwijding van de nieuwe klokken en de nieuwe kerktoren. Voor de eerste keer klonken de nieuwe klokken van de Sint-Martinuskerk over Oudstein. Als u goed kijkt naar boven, daar klimt iemand nu uit. Dat zal de haan onthuld worden. Dan starten de werkzaamheden van de restauratie binnen in de kerk. Hier is nog duidelijk zichtbare schade van de verzakking te zien. De oude kerk krijgt een nieuwe vloer. Waar voorheen de kerkbanken stonden, zijn nu graafmachines aan het werk. Al het kerkinterieur moest even schuiven voor de restauratie. Tijdens de restauratiewerkzaamheden vond men een grafzerk. De vloer vordert. De graafmachines hebben hun werk goed gedaan. Architect Hendricks geeft uitleg over de nieuwe betonvloer. Dus heel simpel eigenlijk. De funderingen zijn dan niet sterk genoeg om dat geboet te dragen. We hebben dus nu ook een A-nummer aan de gang gezet om een hele grote betonnen vloer erin te maken die samen met de oud-funderingen die kerk strak dreugt. We kunnen nu eens een kijkje nemen onder de vloer en de fundering eens zien waarop de kerk rust. Voor het nageslacht wordt een euromunt begraven onder de betonvloer. Ook dit wordt zorgvuldig gedaan en natuurlijk door pastoor Bronnenberg gezegend in medeaanwezigheid van kerkmeester Boers. Altijd bewaard blijven in uw eeuwigheid. Dat vragen wij onder uw zegen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Een beetje zand erop door, dat was de beste munt had ik. Ja,
En wat rest is natuurlijk veel afval. De betonvlechters gaan aan het werk. De fundering blijft liggen en het betonvlechtwerk voor de vloer is gelegd. Het beton kan worden gestort. Het mengt zich tussen het vlechtwerk. En wordt uiteindelijk geëgaliseerd. Dan worden de vloertegels gelegd. Het plafond krijgt een opfrisbeurt met nieuw schilderwerk. Langzaam begint men aan de afwerking. Als laatste werd het splinternieuwe orgel geïnstalleerd en natuurlijk ook getest.
De nieuwe, gerestaureerde Sint-Martinuskerk van Oudstein is een feit.